Weet je het nog? Precies een jaar geleden werd Nederland letterlijk ondergesneeuwd. De kouinval zelf die begon in het weekend eigenlijk. En in het begin van de week zagen we al wel op de kaart dat het een lager drukgebied voor behoorlijk wat sneeuw zou kunnen zorgen. Uiteindelijk was het duidelijk dat het lage drukgebiedje ten zuiden van ons langs zou trekken. En een neerslaggebied vanuit het zuiden ook ons land zou gaan bereiken. De wind leidt in een lage drukgebied tegen de klok in. En in het noorden hadden we te maken met een koude noordoostenwind. En uiteindelijk was het zo dat de neerslag langzaam naar het noorden trok. Die koude lucht kwam erin. En toen begon het te sneeuwen in een groot deel van het land. Er viel heel veel sneeuw op veel plaatsen in het midden en oosten. Zo'n 20 tot lokaal 30 centimeter sneeuw. En daarnaast stond er ook een hele stevige noordoostenwind. In het noorden van het land hadden we zelfs te maken met windkracht 8. En in combinatie met sneeuw spreken we dan van een sneeuwstorm. Die sneeuwstorm kreeg uiteindelijk ook een naam, Darcy. Door de wind kon het enorm koud aanvoelen buiten. Nou, tijdens de sneeuw lag de temperatuur rond de min 5, min 6 graden. En met die koude noordoostenwind van de windkracht 6 tot 7 lag de gevoelstemperatuur veelal rond de min 15 graden. Ja, dat is heel erg koud. Door de combinatie van deze lage gevoelstemperatuur, harde wind en sneeuwval werd code rood afgegeven door het KNMI. Nou, een code rood is eigenlijk een weeralarm en dat betekent dan dat het maatschappijontwrichtend is. Dat zowel het verkeer, het spoor, het vliegtuigen dat heel veel overlast van hebben. En dat je er eigenlijk in zo'n situatie het beste thuis kunt blijven. Eigenlijk is het best wel uniek, zo vaak komt het niet voor. Ze zullen niet gaan verdwijnen, dat is wel, maar het komt wel minder vaak voor.